Vlak nadat het gebeurde werd gezegd het is een aanslag op de persvrijheid. Vindt u dat primair of zegt u na deze tien dagen nou primair is het toch een aanslag vanuit de georganiseerde misdaad te maken met zijn werkzaamheden in dat verband? Er zijn in het onderzoek allerlei scenario's. Maar als je kijkt naar waarschijnlijkheid dan is het wel waarschijnlijk. Daar houden we wel rekening mee maar we zoeken het uit. Dat het eerder te maken heeft met, uh, met het feit dat hij dienstbaar was aan uh, betrokkenen in een, in een strafproces, dan als in zijn werk als journalist. Maar ik zeg er wel nadrukkelijk bij: het onderzoek is breed. Hè. Wij, wij hebben, het, moeten het altijd hebben van feiten en Natuurlijk. bewijsmateriaal. Ja, maar ook dus u, u zegt het is niet toeval dat er nu al drie mensen rondom Nabil B zijn vermoord. Dat, dat lijkt was... zeker geen toeval. Nee. nee.